Als ik begon, dat was rond 1982, dan was ik een van de eerste verzorgende in dat beroep. En op korte tijd waren wij ongeveer met 1% mannen. En we dachten, er is iets aan het veranderen. Nou zijn we meer dan 30 jaar later. Nou, we eens raaien hoeveel mannen dat er na in die sector werken. Procentueel gezien. Een halve. Een halve, ja. Een halve tieren. Een halve tieren. En dus, ik werk met voornamelijk vrouwelijke collega's. Maar in de loop van de jaren komen we dus ook over die mensen hun privéleven wel laten weten. En dan merkte ook dat op het moment dat er problemen zijn, dat gewoonlijk de zwaakste partij altijd een slachtoffer is. Er zijn dus heel wat mensen in de situatie die ik nu ga onderschrijven. Waar zijn al die aliens dan, de ouders?